Pagina 5. Komt ons in diepe nacht ter oren, de morgenster is opgegaan. Een mensenkind voor ons geboren, God zal ons redden, is zijn naam. Opent u hart, gelooft u ogen, vertrouwt u toe aan wat gij ziet. Hoe het woord van God van al zo hoge hier menselijk aan ons geschiet. Geen ander teken ons gegeven, geen licht in onze duisternis, dan deze mens om mee te leven, een God die onze broeder is. Zingt voor u God, hij openbaarde in Jezus zijn menslievendheid. Zo wordt de wereld nieuwe aarde en alle vlees aanschouwt het heil. Zoals de zon komt met zijn zegen, een bruidegom van licht en vuur, zo komt de koning van de vrede, voor goed gekomen is zijn uur. Aan elkander, zijn liefde gaat van mond tot mond. Hij geeft zijn lichaam ons in handen, zo leven wij zijn nieuw verbond. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, samen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen, zusters en broeders. Deze tweede zondag in onze aanloop naar Kerstmis toe in deze advent, willen wij eens te meer luisteren naar wat ons uit de schrift wordt voorgelezen, om dan met elkander het brood en de beker te delen. Ook deze zondag horen wij hoe dat wij verlangend moeten uitzien naar de komst van Jezus, het licht van de wereld in de meest donkere tijden die over de wereld en over de samenleving gaan. Maar vooraf, voor we willen luisteren naar woorden, willen we eerst deemoedig onze schuld belijden. Heer Jezus, Gij roept ons op om echter en consequenter te leven. Leer ons U te volgen. Heer, ontferm U over ons. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Christus, Gij vraagt ons waakzaam te zijn en te kiezen voor het wezenlijke. Open ons voor uw woord. Christus, ontferm u over ons. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison.
Gij schenkt ons de kracht om de weg te gaan die Gij ons wijst. Laat ons meegaan in uw spoor. Heer, ontferm u over ons. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Christe eleison. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Amen. Amen. Laat ons bidden. God, gij roept uw volk op u de paden recht te maken en de weg te effenen voor uw komst. We vragen u, laat onze bekering vruchten dragen. Maak ons waakzaam en vol ijver, opdat uw rijk zou komen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste lezing uit de profeet Jesaja. In die dagen zal een twijg ontspruiten aan de stronk van Isaïe. Een scheut aan zijn wortels zal vruchten dragen. De geest van de Heer zal op hem rusten. De geest van wijsheid en verstand. De geest van raad en heldenmoed. De geest van liefde en vreze des Heeren. En deze vreze des Heeren zal hij uitstralen. Hij zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn. Geen uitspraak doen op grond van geruchten. De kleinen zal hij recht verschaffen. Een eerlijk vonnis spreken over de geringsten der aarde. Maar de uitbuiter zal hij striemen met de gezel van zijn mond. En de boosdoener doden met adem van zijn lippen. Gerechtigheid wordt de gordel om zijn heupen. Onkreukbaarheid de band om zijn lenden. Dan huist de wolf bij het lam, vlijt de panter zich neer bij het geitje, grazen tezamen het kalf en het leeuwenjong. Een kleuter kan ze weiden. Koe en berin hebben vriendschap gesloten, hun jongen liggen naast elkaar. En de leeuw vreet hooi met het rund. De zuigeling speelt bij het hol van de adder en het kleine kind steekt zijn handje in het nest van de slang. Dan zondigt niemand meer. Doet niemand meer kwaad op heel mijn heilige berg, maar zal de hele aarde vervuld zijn met liefde tot God, zoals de zeebodem bedolven is onder het water. Op die dag zal de wortel van Isaïe opgericht staan als banier voor de volken. Alle naties zullen naar hem toestromen en zijn troon zal luisterrijk zijn. Dit was de eerste lezing. Als zijn stem in uw hart zich horen laat, wees dan bereid en open uw hart. Als zijn stem in uw hart zich horen laat, wees dan bereid en open uw hart. Mijn God, verleen de koning uw wijsheid, de koningszoon uw rechtvaardigheid. Hij moge uw volk rechtvaardig besturen, uw armen met billijkheid. Als zijn stem in uw hart zich horen laat,
dan bereid en open uw hart. Rechtvaardigheid zal in zijn dagen ontbloeien en welvaart alom tot het einde der maanden. Regeren zal hij van zee tot zee, vanaf de rivier tot de grens van de aarde. Als zijn stem in uw hart zich horen laat, wees dan bereid en open uw hart. De arme die steun vraagt, zal hij bevrijden. De ongelukkige zonder hulp. Hij zal zich ontfermen over misdeelden. De zwakken schenkt hij weer levensmoed. Als zijn stem in uw hart zich horen laat, wees dan bereid en open u. Voor eeuwig blijven zijn naam geprezen, in ere zolang als er dagen zijn. Zijn naam zij een zegen voor alle stammen, bij alle volken met lof vermeld. Als zijn stem in uw hart zich horen laat, wees dan bereid en open uw hart. De tweede lezing komt uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome. Broeders en zusters, alles wat eertijds werd opgeschreven, werd opgetekend tot onze lering, opdat wij door de volharding en de vertroosting die wij putten uit de schrift in hoop zouden leven. God, die de volharding en de vertroosting schenkt, verlene u ook eensgezindheid in de geest van Christus Jezus, opdat gij één van hart en uit één mond de God en Vader van onze Heer Jezus Christus moogt verheerlijken. Aanvaard daarom elkander als leden van één gemeenschap, zoals ook Christus ons in zijn gemeenschap heeft opgenomen, ter ere Gods. Ik bedoel dit, ter wille van Gods trouw, is Christus dienaar geweest van het Joodse volk om de beloften aan de aartsvaders waar te maken. Maar de heidenen moeten God verheerlijken om zijn erbarming, volgens het woord van de schrift. Daarom zal ik u loven onder de heidenen en uw naam met psalmen prijzen. Tot zover deze lezing. Alleluia, 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 alleluia. De Heer zal bij u zijn. We lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
In die tijd trad Johannes de Doper op en predikte in de woestijn van Judea: bekeer u, want het rijk der hemelen is nabij. Deze toch is het die de profeet Jesaja bedoelde toen hij zei: een stem van iemand die roept in de woestijn: bereid de weg van de Heer, maak zijn paden recht. Johannes nu droeg een kleed van kameelhaar en een leren gordel om zijn lendenen. Zijn voedsel bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Toen trok Jeruzalem, Judea en heel de Jordaanstreek naar hem uit en zij lieten zich door hem dopen in de rivier, de Jordaan, terwijl zij hun zonden beleden. Maar toen hij vele Farizeeën en Sadduceeën zag komen om gedoopt te worden, sprak hij tot hen: had er een gebroed? Wie heeft u voorgespiegeld dat ge de dreigende toren kunt ontvluchten? Breng liever vruchten voort die passen bij bekering en neem niet een houding aan alsof ge bij uzelf zegt: wij hebben Abraham tot vader. Waarachtig, ik zeg u, dat God de macht bezit voor Abraham uit deze stenen kinderen te verwekken. Reeds ligt de bijl aan de wortel van de bomen. Elke boom dus die geen goede vrucht draagt, wordt omgekapt en in het vuur geworpen. Ik doop u met water, opdat ge u zou bekeren. Maar hij die na mij komt, is sterker dan ik, en ik ben het waardig hem van zijn sandalen te ontdoen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. De wan heeft hij in zijn hand en hij zal zijn dorsvloer grondig zuiveren. Zijn tarwe zal hij in de schuur verzamelen, maar het kaf verbranden in onblusbaar vuur. Alleluia. Fantastische paus zo. Hij heeft iemand, een Pool, naar Rome geroepen. Ik ken zijn naam, ik onthoud hem niet. Ik denk dat hem Jak Krajowski heet. En heeft die kardinaal gebombardeerd. Nogal in curiekringen nogal een vrij jonge kardinaal. En hij heeft hem belast met zijn missie, met zijn humanitaire missie van de paus. Deze week, ik heb het misschien ook in de Gazet gelezen, in grote titels bovenaan de krant, dat die kardinaal, nadat hij daar 30 vluchtelingen uit Lesbos, uit de Griekse eilanden, mee naar Rome had gebracht, aan de pers vertelde: in Europa zou iedere pastorie, klooster, abdij minstens één vluchtelinggezin moeten opnemen en in huis nemen. Voilà, in dikke drukletters stond dat daar in één keer in de krant. Ik denk dat ze in veel abdijen en in veel kloosters en in veel pastorieën een keer geslikt zullen hebben om te zeggen: oei, oei, oei. Het is wel geen onfeilbare uitspraak van de paus. Het is zomaar een of andere kardinaal die dat verteld heeft. Maar het duidt zo wat op de visie die eigenlijk onze paus hanteert als iemand die gelooft. Normaal horen we van het hoofdkwartier in Rome alleen zomaar wat banvloeken en komen de pausen tussenin in de bedperikelen van de mensen, maar deze keer blijkbaar wordt er een boodschap gelanceerd, een droom gelanceerd die de droom is van de mensen. Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd, iedereen heeft recht om te ademen, iedereen is iemand die als een mens behandeld moet worden op deze wereld. De dieren in Europa, zei die befaamde kardinaal, die worden beter behandeld dan de mensen daar ginder op die Griekse eilanden, in Lesbos en Samos en ga zo maar door. De dieren worden bij ons beter behandeld dan de mensen. Ik vertel u dat maar omdat wij op deze tweede zondag van de Advent ook zo iemand uit het evangelie horen opstaan. Johannes de Doper, de figuur van de Adventstijd. Die niet zo'n vroom
godsdienstig religieus reveil aankondigt, het licht dat schijnt in de duisternis, in die donkerste dagen van een jaar, letterlijk, maar ook figuurlijk in een samenleving die duidelijk geen uitweg meer ziet hoe dat ze het moet doen, het licht dat schijnt in de duisternis, dat is heel concreet. En hij zegt tegen de mensen, bekeer u, want het Rijk der Hemelen is nabij. En dat bekeren is niet zoiets heel vrooms, maar is metterdaad, dat moet gezien worden, dat moet getast worden, dat moet gevoeld worden. Bekeer u. En de Sadduceeën en de Farizeeën, die ook maar kwamen om te dopen, je weet nooit waar dat het goed voor is, we zullen maar met die Johannes de Doper ook maar mee in zijn beweging gaan. Hij zei tegen een adderengebroed, jullie zijn eigenlijk beter met de postjes te verdelen in plaats van te doen wat het gedaan moet worden, namelijk gerechtigheid aan de mensen. En hij gaf het voorbeeld, hij liep zelf rond Johannes de Doper in een kemelharenpij en hij at alleen maar wat sprinkhanen, staat in het evangelie. Met andere woorden, hij was de sobere mens die anderen aanzetten om op dezelfde manier hun leven te organiseren, op dezelfde manier hun leven te leven. Goede vrienden, Kerstmis en de Advent naar Kerstmis toe is niet zomaar een vrijblijvende aangelegenheid. Er worden veel poëtische verhalen verteld, er wordt veel aan sfeerschepping gedaan. Men zegt, de lichtjes in de stad en hier die chique tuin daar die 40.000 euro aan de belastingbetaler kost. Al die dingen, dat brengt de sfeer mee van de kersttijd, zeggen wij. De sfeer. Maar het is eigenlijk veel belangrijker dat mensen een dak boven hun hoofd krijgen en aan mensen gerechtigheid wordt gedaan. En dat is de bekering die de kerk, de mensen en de samenleving moeten doormaken. De bekering om zich te laten dopen en af te zien van hun zonden, staat er in het evangelie. Om de gerechtigheid te omhelzen, om te doen wat gedaan moet worden. En daarom zouden we ons kunnen aansluiten bij die grote vette titel in de gazet en bij wat dat die kardinaal Krajowski vertelde. Als we dat nu eens allemaal metterdaad deden, dan zou er niet alleen een daad zijn van bekering van de kerk, van de mensen, een daad van bekering, maar inderdaad ook een hulp zijn. In plaats van maar grote manifesten en grootse teksten te publiceren over het probleem van de migranten, het probleem van de vluchtelingen, het probleem van de Syriërs. Dat is geen probleem, het zou het niet mogen zijn. Het is aan ons om ons te bekeren, ons laten onderdompelen bij manier van spreken in het water van de Jordaan en op die manier voor de mensen licht te zijn en een toekomst te garanderen. In die zin nodig ik u uit tot deze goede en mooie adventstijd. Laat ons daartoe ook ons geloof hardop opzeggen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. En willen wij dan, zusters en broeders, zoals wij dat iedere keer weer doen, bidden voor alles wat ons ter harte gaat. Voor allen die de moed verloren hebben, voor wie vermoeid en uitgeblust langs de weg zitten en niets of niemand meer verwachten, om nieuwe kracht en openheid. Laat ons bidden. Misericordias Domini in eternum cantabo. Voor wie uitzien naar een nieuwe toekomst, maar in de realiteit van het dagelijkse bestaan
nog te weinig oog hebben voor de kleine dingen waarin het grote begint. Om een frisse blik en om medemensen die inspireren. Laat ons bidden. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Voor onszelf en voor al onze medegelovigen, dat wij ons in deze adventstijd op een nieuwe manier op Jezus afstemmen en zo groeien in geloof en in verbondenheid met de mensen rondom ons, om een geloofgemeenschap hier in ons midden die werkelijk vanuit Jezus leeft. Laat ons bidden. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Voor hen die vandaag speciaal aan ons gebed zijn toevertrouwd, voor de zieken van onze parochie en van onze families, voor een trouwe zondagsbezoeker in onze kerk, Piet Jacobs, die deze week overleed. Laat ons bidden. Misericordias Domini, in eternum cantabo. Heer onze God, dit alles leggen wij voor en nog zoveel meer vragen en voorbeden komen op in ons hart. Gij kent ze nog voor wij één woord hebben uitgesproken. Gij weet dat wij slechts willen bidden om die droom, die uw droom is en ook de onze, het koninkrijk, in Jezus' naam. Amen. Thank you.
Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. God, gij roept ons op tot gerechtigheid en vrede. Maak ons open en ontvankelijk voor het gebroken brood en de beker van het heil. Het blijvend teken van uw opdracht door Christus onze Heer. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verhef uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken, altijd en overal, door Christus onze Heer. Die toen hij eertijds kwam, kwetsbaar en klein, het werk van uw genade heeft voltooid, en vlees geworden is en voor ons allen open heeft gedaan, die deur naar een geluk die eeuwig duurt. Een land dat hij beloofd heeft en ons geven zal. Nu nog zien wij allen naar die toekomst uit, vol hoop en vastberaden. Ooit zullen wij er binnen gaan en wonen, wanneer hij komt in heerlijkheid voorgoed. Daarom met alle engelen en heiligen, loven en aanbidden wij u zolang er woorden zijn, en zingen u toe vol vreugde. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Celi et terra, gloria tua, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus. Vader, wij danken u met heel ons hart, want gij hebt ons tot leven geroepen. Gij hebt ons bestemd voor het geluk in Jezus, uw Zoon, onze Heer. In hem zien wij uw goedheid en uw wil om ons allen te redden. Hij is het verlossende woord, uw helpende hand. Nooit willen wij vergeten hoe hij één werd met ons in lijden en dood. Onze last maakte hij tot de zijne, zijn trouw werd de onze. Blijvend zijn wij u dank verschuldigd om hem. God onze Vader, wij vragen u, zend over dit brood en deze wijn de kracht van uw Heilige Geest, dat zij voor ons het lichaam en het bloed worden van uw veelgeliefde Zoon Jezus Christus. Toen het paasfeest op handen was, kwam zijn uur. Hij had de zijne in de wereld bemind. Nu gaf hij hun een bewijs van zijn liefde.
tot het uiterste toe. In het bewustzijn dat hij van u was uitgegaan en naar u terugkeerde, heeft hij het brood in zijn handen genomen en zijn ogen opgeslagen naar u, God, zijn almachtige Vader. De zegen uitgesproken, het brood gebroken en aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neem en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij ook, toen zij gegeten hadden, de beker in zijn handen. Hij sprak de zegen en het dankgebed, reikte hem over aan zijn leerlingen en zei: neem deze beker en drink hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Trouw aan dit woord, Vader, gedenken wij Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Zijn overgave in lijden en dood, de overwinning van zijn verrijzenis en de glorie van zijn hemelvaart. Wij bieden u deze gaven aan, het levende brood en de heilzame beker, terwijl wij vol vertrouwen uitzien naar zijn komst in heerlijkheid. Zend nu, Vader, de trooster en helper in ons midden, uw Heilige Geest. Wek de gezindheid van Jezus Christus in ons hart. Sterk ons vertrouwen. Verruim onze liefde, raak ons met het vuur van uw geest en breng ons elkaar nabij. Vrijmoedig in deze geest bidden wij uw Vader voor uw heilige kerk. Bescherm haar en leid haar. Geef haar vrede en eenheid over de hele wereld. Geef wijsheid en kracht aan paus Franciscus, aan onze bisschop Jozef, en aan allen die gij als herders in uw kerk hebt aangesteld. Gedenk in uw goedheid ook een bijzondere plaats aan diegenen die van ons zijn heen gegaan. En vergeet niet hen die door de dood van ons zijn verstorven. Samen met heel uw volk, met de maagd Maria, de moeder van de Heer, met de heilige Jozef, de bruidegom, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, samen ook met allen ter wereld die op u hun vertrouwen hebben gesteld, vragen wij om uw barmhartigheid, erkennen wij uw grootheid en brengen wij u onze dank door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons dan bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u.
Zusters en broeders, wensen elkaar dan de vrede. Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi dona nobis pacem, dona nobis pacem. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren, zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
pagina 3. O kom, o kom, Immanuel, verlos uw volk, uw Israël. Herstel het van ellende weer, zodat het looft uw naam, o Heer. Wees blij, wees blij. Verlos ons van de tirannie, van alle goden deze eeuw. O herder, sla de boze leeuw. Wees blij, wees blij, o Israël. Hij is nabij, Immanuel. O kom, gij Oriënt, en maak uw licht alom bekend. Verjaag de nacht van nood en dood. Wij groeten reeds uw morgenrood. Wees blij, wees blij, o Israël. Hij is nabij, Immanuel. God, uw gaven overtreffen onze dromen. Uw goedheid gaat uit naar alle mensen zonder onderscheid. Laat heel de wereld uitzien naar uw redding en uw heil. Voltooi het werk dat gij in ons begonnen zijt, door Christus onze Heer. Amen. Er zijn nog twee mededelingen. Zoals vorig jaar nodigen we alle geloofsgemeenschappen van de pastorale zone uit om tijdens de vier zondagen van de Advent en met Kerstmis voedingswaren en verzorgingsproducten mee te brengen naar de vieringen in de kerk en die op de tafel der armen te plaatsen. Wat breng je best mee? Er zijn andere boodschappenlijstjes die hier aan de uitgang van de kerk liggen en die u kan meenemen om deze lijst te bekijken en de producten mee te brengen. De ingezamelde goederen gaan naar CAW Leuven, het vluchtelingenhuis in Wilselen en naar de voedselbank halfweg in Herent. Ze komen langs die weg terecht bij de mensen die ze echt nodig hebben. En zoals alle jaren voor de grote feestdagen, wordt op maandag 16 december om 14 uur deze kerk gekuist. En wij vragen dan ook een warme oproep om vrijwilligers om samen te komen helpen. Dank u. De Heer zal bij u zijn. We kunnen gemakkelijk zeggen, ik heb geen abdij, ik heb geen pastorie, ik heb geen kerk, dus de boodschap is wel aan mij voorbij te gaan. En laat de anderen het maar oplossen. Nee, de boodschap was in het evangelie aan ons allen van Johannes de Doper. U allen, bekeer u, want het Rijk der Hemelen is pas nabij wanneer ge u bekeert. Laat u dopen, dompel u onder en begin opnieuw met een nieuwe lijn. Dan is uw redding en de redding van de mensen nabij. Zegene ons daartoe de Almachtige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En laat ons dan heen gaan in vrede. In elke grond. Misa.
Die